Goedenavond en welkom bij de Po Nieuwsflits. Met vanavond onder meer een gesprek met Gilles Deelder. En Mark Rutte riep deze week iedereen op om normaal te doen. Maar wat is eigenlijk normaal? Wij gingen op onderzoek uit. We beginnen echter in Den Haag, waar de ministerraad het vanochtend zonder Art van der Steur moest doen. Wij gaan vooral als bewindslieden droevig zijn, want wij verliezen een collega. En dat is altijd heel vervelend. Geen gebak op tafel vandaag? Ik ga er vanuit van niet, nee. Er zijn al 3 VVD-bewindslieden gesneuveld op de plek waar u nu gaat zitten. Ja, u brengt het nogal somber. Rutte blijft gewoon zitten, vindt u dat terecht? Was hij niet gewoon volledig de regie kwijt? Kijk, ik ga hier niet dat hele debat van gisteren weer overdoen. Daar is de Kamer voor. U vindt er ook toch wel wat van? Daar is de Kamer voor. Net als voor mij geldt, ook voor Mark Rutte, dat je kunt functioneren zolang je het vertrouwen van de Kamer geniet. Maar was hij de grip niet helemaal kwijt op justitie? U zult het niet erg vinden dat ik niet een Kamerdebat dat is afgesloten nu via u ga voeren. Ik vind Mark Rutte echt de ideale premier om mee te werken. Dus ik ga graag met hem bellen. Hij is nog steeds de baas. Hij is de premier van Nederland en de beste die we kunnen hebben. Hoog bezoek voor ijsbaan Tialf. Want na een grondige opknapbeurt werd de schaatstempel vanmiddag officieel door koning Willem-Alexander geopend. Zie je een beetje mossen naar de maaltijd? Ja, volgens mij had het ook, we hebben al een soort van opening van Tialf gehad. Daar had ik hem eigenlijk wel verwacht. Dus waarom dat dan nu moet, geen idee. Maar beter laat is nooit, hè. Waarschijnlijk gaat hij niet in de tijd en doen ze het nu. Maar het is natuurlijk wel mooi dat hij er nu op deze manier bij kan zijn. Had hij het dan niet liever een Maxima gehad? Dat sowieso, maar ja, het is niet anders. Dat was een makkie, hè? Ja, dat ging heel mooi. Op wat je eitje? Ja, misschien wel. Nee hoor, dat is gewoon, we hebben een leuke wedstrijdje van gemaakt met z'n allen. Dat, prima gelukt. Zonder je middelvingers te gebruiken? Ja, hoeft niet altijd, hè? Niemand op ver geduwd? Nee, ook niet. Ik zag je net met de koning praten. Wat zei je tegen hem? Kan je niet meer eerder komen? Nee, hoezo? Was hij te laat dan? Nou, volgens mij had hij hier 2 weken geleden moeten zijn, toch? Ja, jij kijkt ook nergens meer van op, hè? Nou ja, dat is mijn werk, hè? En daar, dat hoor ik goed te doen. De koning van het schaatsen is er. Die rijdt in de ronde. En onze echte koning die is er ook. Nou, dat is een mooi koppel. Hij was gisteren het gesprek van de dag, Gilles Deelder. Zijn optreden aan tafel bij Jinek dreef de gastvrouw wel haast tot wanhoop. De Rotterdamse nachtburgemeester zelf is zich echter van geen kwaad bewust. Gilles, alsjeblieft. Als het zo doorgaat, wil ik dat het ophoudt. Ik meen het serieus. Dan ga ik lekker weg, joh. Nee, hier aan tafel is er een bepaalde beleefdheid. Oh, ik bepaal dat. Oh, ja. Ik zou zeggen, ja, dan moet je geen live televisie maken. Weet je. Dat denk je ook. Er gaat wat fout, ja. Ik vind dat er geen niks fout gaat. Dat zei ik helemaal niet. Een basisbeleefdheid hier aan tafel. Ik meen het serieus. Ja. Zij vond dat ik er doorheen praatte. Oké, dat is haar recht. Ik neem het er absoluut niet kwalijk. En ik moet zeggen, ik heb heel lekker gegeten. Daar. Je neemt een Rotterdamse delicatesse mee. Ja, dat is een proletarische tractatie, hè. En iemand eten van, ja, even een klein hap? Nou, nee, ja, het was koeietiet. Dat deugde ook weer niet. Ze bestaan precies 100 jaar, de Bond tegen Vloeken. Maar om nou te zeggen dat hun werk erop zit, nou nee. En dus werd er vandaag slechts een zeer bescheiden feestje gevierd. Wat is er in die 100 jaar eigenlijk bereikt? Helemaal niks. Het gaat echt slecht met Nederland op dit gebied, vind ik. Al 100 jaar geldverspilling. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Waar moet ik aan denken? Beschunnige opmerkingen, meneer. Nou, kanker, krijgt de kleren. Wat heeft het opgeleverd, die 100 jaar? Nou, niet zoveel als ik naar jullie kijk, want jullie mogen... Geen kloten? Nee, jullie mogen je taal soms wel eens wat verbeteren, hè? Ja, wij doen het niet goed. Nou, dat mag soms wel eens wat beter, dat weet je zelf ook wel. Heeft u ons op betrapt dan? Ja, net nog. Verdekseld. Verdekseld. Dullen en zo, dan ben ik al op de grens, hè. Als Mark Rutte nu zelfs al zegt, pleur op. Ja, daar snap ik ook niks van. Daar zijn wij met hem over in gesprek gegaan en we hebben gezegd, Mark, wat doe je nou? Jij als voorman van Nederland zou dat niet moeten doen. Hij zei ook, nou, dat ging inderdaad een beetje ver. Ik zou er volgende keer best goed over nadenken of ik dat weer zou doen. Maar als zelfs Mark Rutte al zegt, pleur op. Ja, maar dat is geen vloek, zeg. Dat moet kunnen. Dat moet kunnen. Nou meneer, pleur op. Ja. De advertentie van Mark Rutte dan, waarin hij deze week opriep om toch vooral normaal te doen allemaal. Maar wat is dat eigenlijk, normaal? Rutte doet zelf niet normaal. Hij zit altijd te liegen, dat weet toch iedereen? En Rutte die weet helemaal niks. Rutte weet 0,0. Die weet alleen maar hoe hij zijn zakken moet vullen. Rutte weet zelf niet wat normaal is. Als je normaal bent, ben je getrouwd. En normaal gezinnetje opbouwen. Maar Rutte, je hebt maar één ding, want ik kan je al één ding vertellen. Maar eigenlijk is het niet goed voor de camera, maar laat maar zitten. Ik vind het een grote aartsleugenaar. En dan heeft hij ook weer een brief in de krant gezet. Ik vind het allemaal gelogen. Ja, ik heb het niet helemaal gelezen, maar ik heb er wel iets van gehoord
op televisie bij RTL Night, bij die Umberto Tan. Ja, die neger van televisie. Ja, de donkere man dan. Ja, dat is toch in de volksmond. Ja, ik kom zelf van het kamp, dus ik ben meer gediscrimineerd, denk ik, dan Umberto Tan. Dus, en wat Umberto Tan ervan vindt, moet hij eigenlijk weten. Dat boeit me geflikker. Dus, en Rutte helemaal niet. Dat was hem alweer. Voor de volledige video's ga je naar poon.tv. Ik wens u een mooi weekend en tot maandag.